Frida, we gaan eens kijken naar jouw pool, wat de kamsalamander zegt dit jaar. Mieke, blij dat je erbij zit vandaag. Is dat geen vuilbies? Ja, dat klopt. Dat is gewoon een vuilbies, inderdaad. Mooi. Frida, hij ziet er heel goed uit, de pool. Ja, het water is heel helder. Heel helder water. We hebben hier gisteren 3 fuiken geplaatst om de volwassen kamsalamanders te monitoren, zoals we dat elk jaar doen. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. We hebben op reis. Zo, onze eerste koning van de pool. De kamsalamander is een Europees beschermde soort. Die is de laatste 20 jaar enorm achteruit gegaan. Vooral door menselijke activiteiten, het ruimtebeslag voor de mens. De kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen. En alles wat die nodig heeft, hebben we hier, is hier aanwezig. We zien een vijver, we zien hagen, we zien oude houtwallen, houtkanten en bosjes. Alles wat dat beest nodig heeft om voor te bestaan. Het is een relatief jong exemplaar, een jong vrouwtje van 2 à 3 jaar. We zijn dit najaar gestart met het herstel van een 20-tal locaties waar we poelen hebben heraangelegd en hersteld. Bij het herstel van de poelen werd een grondige slipruiming gedaan of de oevers werden vrijgesteld zodat de poelen meer licht krijgen, wat belangrijk is voor de kamsalamanders. Het specifieke aan dit gebied is dat we eigenlijk op een 5 gemeentepunt zitten. De grens met Welle, Alke, Kortesem, Diepenbeek en Hasselt. En hier is eigenlijk nog een laatste bolwerk van kamsalamander aanwezig. Ik denk dat we wel als regionaal landschap mogen zeggen dat dit een knappe prestatie is. We hebben op 20-tal locaties met 20 verschillende eigenaars kunnen samenwerken. En toch met heel beperkte middelen, zowel provinciale als gemeentelijke middelen. Wel, het resultaat van 1 fuik is 4 exemplaren. Dat is goed, maar het kan nog beter. Het is nu de beste periode van het jaar. Ze zitten nu nog in het water. Ze gaan nu nog eitjes afzetten en binnenkort vertrekken ze weer naar het land. ...80% van de kamsalamander bevindt zich helaas in het buitengebied. En dat buitengebied situeert zich in privétuinen, dus in natuurvriendelijke tuinen, maar ook in het landbouwgebied. En helaas, in die gebieden kunnen geen projectmiddelen van de Vlaamse overheid worden aangevraagd. We hadden beter deze leeg gemaakt. Ja. 15 stuks.